In gemeenschapshuis De Bunt in Zomerenheide vond op zondag 5 november het Zuid-Nederlands kampioenschap bloemschikken plaats. Dit kampioenschap was georganiseerd door Groei en Bloei als de Zomeren, die dit jaar het gouden jubileum viert. Famke, we staan hier in een soort van oase van bloemen. Hoe komt dat? Ja, je bent hier terechtgekomen in het Zuid-Nederlands kampioenschap bloemschikken. Voor amateurs, maar er mogen bij ons nu ook profs meedoen en semi-profs. Ja. Maar die kunnen hier allemaal zien. Maken die hier vandaag wat? Wat houdt het in? Ja, ze zijn zeker actief. Ja, dat kun je zeker zien. Eerst mochten ze zelf een themastuk bedenken. Het thema was contrast of spanning en sensatie. Een van die twee moeten ze uitbeelden. En dan mogen ze de ondergrond mogen ze thuis starten. En dan is de eerste 100 minuten geweest. En nu hebben ze pauze gehad en nu zijn ze aan het verplicht stuk. En dan krijgt iedereen zomaar onverwacht materialen en een ondergrond waar ze maar mee iets moois mee moeten maken wat ze kunnen. Maar daar zit dan geen thema aan vast, de tweede? Nee, daar zit geen thema aan vast. Je mag gewoon werken wat in je opkomt. Maar het eerste zegt bijvoorbeeld spanning en sensatie. Hoe beeld je dat uit in bloemen? Hoe kan dat? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Nou, spanning zou kunnen zijn. Een verschil tussen zwart en wit bijvoorbeeld. Dat is dan contrast. En bij spanning werken ze vaak met een gebogen tak. Die dan op spanning gehouden wordt met een touwtje of een elastiekje of zo. Dat is de spanning die je kan laten zien. Maar het is soms ook heel spannend als je een heel stuk scheef zet. Iemand van ons heeft met wilgen tenen een soort toren van Pisa gebouwd. Dat is als spannend dat ding niet omvalt, weet je wel. En hier achter ons zien we ook stukken. Die zouden zomaar om kunnen vallen, maar ze vallen niet om, hoor. Maar is het wel genoeg tijd voor ze om te doen? Je zegt net 100 minuten voor het eerste stuk en nu het tweede stuk. Is het wel echt met haast werken dan? Nee, dus niet met haast werken. Maar ze hebben wel die tijd nodig. Ja, ze mogen gewoon op hun gemak wel doorwerken. Want die minuten heb je wel nodig. Maar het is de bedoeling dat iedereen dat relaxed doet. En dat zie je ook om je heen hier. Maar dat is niet het enige wat hier vandaag te doen is. Want er zijn bijvoorbeeld workshops of presentaties. Wat is er nog meer? Ja. Wij willen graag een nieuwe aanwas krijgen. En voor de beginners, die gaven zich nogal met moeite op. Dus nou hebben we bedacht, de commissie Bloem heeft bedacht. We gaan een workshop doen voor beginners. Dat beginners niet meteen meedoen met de wedstrijd, maar wel bij de wedstrijd aanwezig zijn. En dan les krijgen en dan daarna een stuk mogen maken met materialen die klaarstaan. Wat eigenlijk altijd goed is. Dus we hopen zo nieuwe lichtingen weer te krijgen voor het volgend jaar en het jaar daarna. Want het is ieder jaar. Maar het is nog een heel vol programma tot vanavond. Maar er is ook straks een prijsuitreiking. Wat kunnen de deelnemers winnen? Ja, er is een prijsuitreiking. De summum van vandaag, die wordt Zuid-Nederlands kampioen. En die mag zich een heel jaar lang Zuid-Nederlands kampioen noemen. En die krijgt soms bij, toen we Gardenista nog hadden bij Groei en Bloei, kreeg hij een vrijkaartje voor Gardenista. En nu is het zo dat volgend jaar mag hij zo vanzelf meedoen zonder op te geven. Dus volgend jaar zal het zijn in Helmond. Maar vandaag zijn niet alleen de deelnemers hier te zien, maar wat kunnen de bezoekers nog meer kijken vandaag? Ja, voor de bezoekers is er ook een groen creatieve tijdsmarkt. Die is ook lekker binnen, dus met het weer is dat ook heel gezellig om naartoe te gaan. Met leuke producten die bij bloemvak horen. En we hebben straks een uur lang uitleg over de stukken. Er worden overal foto's van genomen. En dan zitten we met z'n allen in de zaal naar de scherm te kijken. En dan krijg je tips en tops. En ik zelf, toen ik meedeed een jaar of 8 geleden voor de eerste keer, vond ik dat helemaal geweldig. Zat ik te pennen met de tips die je krijgt. Want dan kun je volgend jaar weer een level hoger presteren. Dus dat is heel leuk. Ja.